In Horssen organiseert Stichting Buurtgezinnen met onder andere de bibliotheek een kabouterwandeling. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders. De stichting koppelt gezinnen met een hulpvraag aan zogenoemde steungezinnen. Vandaag hadden zij de gelegenheid om elkaar te leren kennen. Het is soms best lastig om de juiste mensen om aansluiting te vinden. Ja, dit soort dagen zijn daar echt voor. Sarah van Rooyen is een alleenstaande moeder. 2 jaar geleden overleed haar man aan de gevolgen van kanker. Alleenstaande moeder vind ik een heel ingewikkeld woord, eerlijk gezegd. Want naar mijn idee ben ik nog getrouwd. Mijn man kwam vrij snel te overlijden, vlak na een verhuizing. Een groot klushuis en 2 kinderen die allebei hun eigen rouwproces hebben. Dus buurtgezinnen kwam op een gegeven moment in beeld. Ze koppelde haar gezin aan een steungezin. Ook gezinnen die met andere problemen kampen, kunnen bij de stichting aankloppen. Het zijn gewoon overbelaste ouders, mensen met mentale problemen, met fysieke problemen, kinderen met mentale problemen, de nieuwkomers in Nederland. Elk gezin wat niet helemaal lekker loopt, kan een beroep doen op buurtgezinnen. Iedere vrijdagmiddag gaan de kinderen bij een heel fijn gezin via buurtgezinnen spelen. Dus als ik voor dilemma's sta op opvoedvragen, kan ik die heel goed met hun samen bespreken. En er is gewoon een plek waar ze kunnen zijn, waardoor ik heel even alleen kan zijn. Het koppelen van gezinnen blijft maatwerk. Omdat het heel specifiek is, moet het bij elkaar passen. Dus ik heb gewoon heel veel steungezinnen nodig om een goede match te maken. Zijn er genoeg aanmeldingen? Het zou altijd meer mogen.